Daarmee mag ik jouw opstelling. Ja, we beginnen in de aanval met Daan Breuningen, Thomas Rijgersberg, Sanne Alsem en Claire van Oosten. En in de verdediging met Marcel Segaar, Joren van Nieuwhuizen, Jessica Lokhorst en Mirjam Malta. Het is een volle bak, hè. Het is echt heel vol. Kan dat zijn dat de drukte nog gaat overslaan op jouw ploeg in positieve zin of negatieve zin? Als je thuis speelt is dat altijd in positieve zin, want het grootste deel van de hal staat achter je. Dus nee, in positieve zin, dat gaat ons helpen vandaag. Wat verwacht jij zo meteen van deze wedstrijd? Ik neem aan dat jij de vorige twee edities, of het u daar blauw-wit ook mee hebt genomen in je voorbespreking? Nou, eigenlijk niet. Of, juist niet? Nee, maar helemaal niet nodig, want dat is allemaal geweest. Dus we kijken gewoon vooruit, we weten wat zij kunnen. We kijken gewoon naar wat hun speelstijl is, wat individuen kunnen. En daar hebben we een plan op getrokken. En inmiddels weet de hele korfbaliek dat we goed verdedigen. En we gaan dat vandaag ook proberen te doen tegen blauw-wit. Zin, heb jij nog een goede vraag voor Damien? Nee, sorry. Ik heb de helft ook niet gehoord, dus ik weet ook niet wat je gevraagd hebt. Het is best wel een beetje herrie. Wanneer ben jij echt tevreden na afloop van de wedstrijd met twee punten? Of gaat dat zich zeg maar ontwikkelen naarmate de wedstrijd vooruit? In de basis altijd twee punten. Dus je wil winnen, maakt niet uit hoe je het doet. Of je dat doet door één verschil, door 10-12 te winnen, maakt ook niks uit. Je wil winnen. Uiteindelijk vinden we het wel belangrijk om weer heel goed te verdedigen. Blauw-wit echt de wil op te leggen. En als we zorgen dat we aanvallend het mooi doen ook. Goed doen, mooi doen. Maar uiteindelijk effectief, dan ben ik gewoon hartstikke tevreden. En dan kunnen we mooi volgende week weer naar PKC. Ik wens jou heel veel succes. We spreken elkaar na afloop. Dankjewel.